Welkom bij Vera-T. Zen ontspannen, strek- en rekroutinen. Vandaag gaan we de oefeningen over het vinden van geduld en stilte in je lichaam en geest. Terwijl we diep gaan en de spanning en stijfheid loslaten. Laten we starten in kniezit met het strekken en het opwarmen van het bovenlichaam. Adem in. Handen voor je borst. Streng je vingers ineen. Adem uit. Strek je armen voor je uit. Kin in. Adem in. Strek schuin naar boven en adem uit. Inademen. Strek verder de armen ver over het hoofd. Palmen naar boven gericht. En adem uit. Adem in, open de armen zijwaarts naar achteren, vingers gespreid en borst open. Uitademen, handen gestrengeld achter de rug, duw je handen naar onderen en kijk omhoog. Adem in, handen voor je borst. Strengel je vingers ineen. Adem uit. Strek je armen voor je uit. Kin in. Strekken van de bovenrug en de nek. Inademen. Strek schuin naar boven. En adem uit. Kijk naar je duimen. Inademen. Strek verder de armen ver over het hoofd, palmen naar boven gericht. En adem uit. Inademen, open de armen zijwaarts naar achteren. Vingers gespreid en open je borst. Uitademen, handen gestrengeld achter de rug. Duw je handen naar onderen en kijk omhoog. Breng je handen voor je borst. De zachte druk van de handpalmen brengt de linker en de rechterzijde in harmonie. Bedank jezelf voor het vinden van de tijd op dit ogenblik van de dag. En iets moois te doen voor je innerlijke rust en balans. Sluit je ogen en adem diep in en adem langzaam uit. Adem elke spanning uit, je zorgen, je onzekerheid, je angst. Laat het gaan. Verwelkom alleen de positieve gedachten en de stralende energie in je. Inademen. En uitademen. Laten we verder de spanning en stijfheid opheffen. Neem je ellebogen achter je rug vast. Laten we deze positie 2 minuten vasthouden. Open je borst en schouders. Laat alle spanning los. Geef jezelf de toestemming om elke spanning, elke stijfheid los te laten.
in je schouders, je ribben, je borst. Adem gewoon. Vind de stilte in deze meditatieve toestand in jezelf. Adem in, adem uit, voel hoe de spanning wegvloeit en je spieren in je schouders loslaten, in je ribben en in je borst. Laten we nog een laatste keer diep inademen en uitademen. En kom langzaam uit de houding, in de knieviervoetstand. Loop met je handen naar voren, totdat je borstkas de vloer raakt. Strek je armen ver voor je uit. De gestrekte kat of het smeltend hart. Als het prettig aanvoelt, strek dan verder en kijk voor je uit. Buig je ellebogen en til je bovenarmen omhoog, handpalmen bijeen. Laten we hier ook de houding 2 minuten aanhouden. Inademen. En uitademen. Laat je lichaam gewoon dieper en ontspan verder in deze houding. Word gewaar hoe je lichaam reageert op deze houding. Waar is je weerstand, je stijfheid? Adem dieper in. Laat het gaan. Kom uit de houding en beweeg je lichaam naar voren. En laat de heupen naar de vloer zakken. Steun gelijk op je onderarmen. De sphinxhouding. Adem in en til je borst verder omhoog. Houd de opwaartse beweging van je bovenlichaam aan. Als je fysiek ongemak voelt, adem in. En laat de zuivere energie binnenstromen en omringt het met liefde en zachtheid. Laat het er helemaal zijn. Adem uit en laat het volledig doorstromen en uiteindelijk wegstromen. Adem in. Adem uit.
en kom vanzelf in de stilte. Laten we van hieruit in de rustende halve kikkerhouding gaan. Buig je rechterknie en beweeg je been zijwaarts. Bovenbeen in het verlengde van je heup en in een hoek met je onderbeen. Leg je hoofd op je handen. Voel de rek in je bekken aan de binnenkant van je dijbeen en laat je gedachten naar je ademhaling gaan. Observeer je ademhaling zoals je zou doen in een meditatie. Voel de energie naar binnen stromen, naar je buik, je ribben, je longen. Adem uit. Voel de energie wegstromen van je longen, je ribben, je buik. Adem diep door je neus en adem zachtjes uit door je neusgaten of door je mond. En geniet. Laten we de houding herhalen met het andere been. Buig je linkerknie en beweeg je been zijwaarts. Bovenbeen in het verlengde van je heup en in een hoek met je onderbeen. Laat je voorhoofd rusten op je onderarmen. Geef jezelf toelating om de buitenwereld los te laten. Al is het maar eventjes op dit moment. Laat los en keer naar binnen in jezelf. Wees blij. Vind de balans door diep in en uit te ademen. Laat je lichamelijke spanning los. Neem gewoon dit moment en geniet van de stilte. Laten we loslaten. Je hebt het goed gedaan. Laten we verder ons lichaam strekken en loslaten met de liggende schorpioen. Een achterwaartse strekking. Breng je lichaam in een T, armen zijwaarts. Zwaai je linkerbeen achterwaarts. Laat je heup meevolgen. Breng je voet zo dicht mogelijk bij je tegenovergestelde hand. Hier je rechterhand. Voel de stretch in je rechterschouder, in je lendenspieren,
in je dijbeen, je quadricep. Voel je vrij om te bewegen in deze houding, je voet te verplaatsen als het oncomfortabel aanvoelt. Probeer ook je te focussen op je ademhaling. Een rustige, gecontroleerde ademhaling. In en uit ademen door je neus. Sluit je ogen, adem normaal. Laat los, kom terug naar het centrum. Breng je lichaam weer in een T. Armen zijwaarts. En zwaai je rechterbeen naar achteren in de liggende schorpioen. Breng je rechtervoet zo dicht mogelijk bij je linkerhand. Adem diep in. En adem zacht uit. Breng met de ademhaling je bewustzijn naar binnen. Merk het verschil op met je andere kant. Doe een kleine bodyscan. Kijk hier waar je de spanning vasthoudt. Waar hier je beperkingen zijn. En verschillend met je andere zijde. Haal diep adem door je neus en stuur zuurstof en liefde en alle positieve energie naar dat specifiek deel van je lichaam. Adem uit en zie jezelf loslaten. Laat los en kom terug naar het centrum in buiklig. Kruis de armen voor je uit, zodat de ellebogen voor de schouders komen te staan. Open de benen wijd, hielen naar binnen wijzend. Laat het voorhoofd op de onderarmen rusten. Plaats zo nodig je onderarmen naar voren of naar achteren, zodat het voorhoofd comfortabel ligt en voelt. Haal rustig adem in de krokodilhouding. Laten we even ons lichaam bekijken. Voel de lichte, aangename stretch aan de hele voorzijde van het lichaam. Voel de binnenkant van de voeten verder naar de binnenkant van je dijen tot aan het bekken, de buik en de borst. Een herstellende houding om tot rust te komen wanneer je last hebt van stress
of van spanningen. Haal rustig adem. Geef je over aan de houding en aan de stilte. Laten we gaan eindigen gelijk we gestart zijn. Kom in kniezit en breng je handen voor je borst. De zachte druk van de handpalmen brengt de linker en de rechterzijde in harmonie. Bedank jezelf voor het vinden van de tijd op dit ogenblik van de dag. En iets moois te doen voor je innerlijke rust en balans. Bedank jezelf voor de mooie oefeningen voor je gezond lichaam, voor je gezonde gedachten. En iets goeds te doen voor jezelf en je welzijn. Namaste.